Herstelwerkzaamheden aan Meersteiger Sint-Laurent de Maroni succesvol afgerond. De herstelwerkzaamheden aan de aan Meersteiger Albina Sint-Laurent in het district Marrewijnen zijn reeds afgerond. Medewerkers van de afdeling infrastructuren van NV Havenbeheer Suriname hebben de verlichting aangepakt en ook venders geplaatst bestaande uit tractorbanden om te voorkomen dat de veerboot tegen de ponton aanvaart bij het aan- en afmeren. Daarnaast is ook de helling op de ponton gecorrigeerd om het hoogteverschil weg te werken. Het hoogteverschil ontstaat wanneer er zwaar gewicht over de ponton naar de boot wordt getransporteerd, vice versa. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.